Het verbouwenbad in Eeklo ligt er deze dagen in zijn meest pure vorm bij. De kuip van het zwembad werd tot op het ruwe beton gestript. Alle tegels werden er afgehaald en het zwembad is klaar om een nieuwe cementering te krijgen. Een werkje waar de aannemer op 4 mei zal aan beginnen. De heropbouw van het verbouwenbad bad in Eeklo krijgt dus langzaam maar zeker vorm. Maar alle herstellingswerken worden hier wel met argusogen gevolgd om geen nieuwe fouten te maken. Nu worden de, de ankers van de beweegbare bodem eh, worden geplaatst. Ja? Eh, en dan om de waterdichting te kunnen doen. En als dat allemaal gebeurd is en als dat allemaal goedgekeurd is, want tussentijds worden uiteraard altijd controles, controles uitgevoerd, of dat elke stap voor stap, of dat, dat nu allemaal, om, om niet te hervallen in hetzelfde, in het, wat misschien gebeurd is, om daar alles uit te sluiten, eh, en stap voor stap op te bouwen naar het vullen. In eerste instantie, een proefvulling zal dat dan worden. Dat zal dus nog ook moeten gebeuren. Die proefvulling dient om na te gaan of de cementering die straks zal worden aangebracht, effectief waterdicht is en dat er geen lekken ontstaan. Eens dat werkje geklaard en goedgekeurd is, kan het zwembad weer volledig betegeld worden. En ook die betegeling zullen ze hier in Eeklo nauwlettend in de gaten houden. Want al sinds de opening van het verbouwenbad bad in 2018 waren er problemen met loskomende tegels. Wat de precieze oorzaak was van het euvel en wie ervoor verantwoordelijk is, daarvoor houden ze hun eikelode lippen stijf op elkaar. Want de gerechtelijke procedure loopt nog steeds. Eh, daar moet ik heel voorzichtig in zijn, want de, de gerechtsprocedure is nog aan de gang. Daar kunnen we, we hebben het verslag nog niet gekregen. ook, Dus eigenlijk mogen we daar geen uitspraken over doen, wat de oorzaak is. en ja, Alleen de gevolgen kunnen we proberen bestrijden. Ja. Dat is wat we nu aan het doen zijn. En dan moet natuurlijk de via herachtelijke waarschijnlijk aangeduid worden wie, wie de rekening zal betalen. De sportclubs die hier wekelijks actief waren in het verbouwenbad en ook alle andere recreatieve zwemmers gaan intussen al enkele maanden zwemmen bij de buren, onder meer in het zwembad van Lievegem. Maar nu de herstellingswerken vlot vooruit gaan, lijkt het er sterk op dat het verbouwenbad ten laatste eind dit jaar terug zal opengaan voor het publiek. Maar er is dus een, een strikt tijdskader met alle, met alle actoren afgesproken. Maar ja, er kan natuurlijk altijd wel iets tussenkomen, een kinking in de kabel, iets wat al onvoorzien is. Maar als alles verloopt zoals het is, moeten we het einde van het jaar klaar zijn.